Age of Gamers, we gaan naar match 2 van To Subset tegen Servolite VA. Even er tussenuit bliepen, dat maakt het editen straks makkelijker voor ons en het op YouTube zetten. En, we worden getrakteerd op echt, 5 sterren matches, laten we het zo maar zeggen. Oh, echt wel. Dan moet je toch, aan het einde van het jaar moet To Subset toch denk ik even met die sterren omhoog. Want je zegt heel mooi 5 sterren match. Ja, dat is het ook. Dat is het zeker. Ja, maar To Subset staat op 4, hè? Niet meer. Niet lang meer. Niet lang meer. Wat een verrassing. Ja. Wat een goed spel. Ja, ik kan de map alvast vertellen. Het is Acropolis. Acropolis. Leuk. Ja. En Folight speelt als de Mongols. Aggressive. Ja, en To Subset als de Franks. Ik hoor uit chat dat er wel echt voorkeur is voor een opvallendere kleur voor To Subset. Ja, ik zal de kleur even aanpassen. Want hij heeft inderdaad weer voor grijs gekozen. Ja, persoonlijk kijk ik er het liefst op de manier hoe de spelers het ervaren. Omdat ik dan een beetje beter kan inzien van, oh, dat is logisch dat hij het niet ziet, want blep. Maar goed, wij spelen niet en we kunnen wel een beetje wat doen. Welke kleur moet het worden? Ja, dat vind ik eigenlijk wel een goede voor de chat om dat te bepalen. Ja, welke kleur wordt het dan? Voor To Subset, hè? Wat past er nou bij een To Subset? Folight is zoals altijd oranje, dus die is bezet. Ja, maar dat mensen dat natuurlijk gaan roepen. Folight Bravo was oranje-geel en dat was ook geen pretje voor de kijker. Nee, dat klopt. En dan krijg ik nog geen kleuren binnen. Paars, ja, die zijn wel makkelijk mensen om paars te zeggen. Ja. Oké, het gaat paars worden. Dus, okay. Oh nee, ik vind Hastur de mooiste opmerking geven. Het is rood voor de rode duivels. Houdt hij een beetje van voetbal, weet je dat zo? Rood, ik vind het op zich wel mooi. Oké, dan doen we rood. En ik ben er heel even vandoor, ik ben zo terug. Ja. Overigens, ik kan de chat natuurlijk niet zien, dus alles wat jullie nu zeggen, dat ik hoop dat Sir Freddy dat voor ons weer gaat oppakken en gaat vertellen wat ik allemaal heb gemist in de chat. Ik kan alleen vertellen wat er in de match gebeurt. En ik ben heel benieuwd. Wat we gaan zien. Oké. Okay. Op zich een mooie heel bonus wat we kunnen behalen hier. Eén ding scheelt. Het is geen volle watermap meer. Het is een landmap. Dus denk niet dat deze wedstrijd net zo lang weer gaat duren. Ja, start is altijd natuurlijk even weer hetzelfde. Wat gaat iedereen doen? Ik ben benieuwd. Ja, dit keer gaat hem dan 60 op voedsel. Dat vond ik een vreemde van zo straks, dat Folight maar 5 op voedsel had en geen 6. Maar dat is nu wel het geval. Oh, zo, de herten worden zelfs al neergeschoten. Dat is op tijd. Oh. Ah, hier is To Subset al. Oh nee, sorry. Ik zat in zijn eigen kamp te kijken. Ik dacht dat hij al bij Folight was. Ja, ze zijn voornamelijk hun eigen kampen nog aan het bezoeken.
Wat heeft de chat allemaal gezegd in de tussentijd? Even, ik zal even voor je kijken. Er wordt gehoopt op een double scout rush. Waarom wordt dat? Oh, Franks en Mongols. Twee cavalry shifts natuurlijk. Ja. Iets wat heilig voor Toshiro, dat heb ik toch gemist. De herten? Oh ja, natuurlijk. Ja, Toshiro klopt. Laat de herten leven, die zijn sacred. Ja. Zeker. Folite die heeft direct heel vroeg hier een hert neergeschoten. Dus, ja. Acropolis heeft natuurlijk ook die mooie, mooie defense, hè? Want die heeft die heuvel meteen bij je. Ja. Je kunt er een hele mooie heel bonus van halen. Je kunt het... Nu had je de Tartars willen spelen. Ja. niet dat het net slecht afging voor To Subset overigens. Zeker niet. Daar kan hij niet over klagen. Ik ben ook benieuwd of ze ondertussen elkaar gewoon een beetje hebben gescout. Het lijkt net alsof ze daar niet mee bezig zijn allebei. Nou ja, we zijn ook nog net in de game, maar misschien is het een beetje deer push misschien? Nou, het lijkt meer alsof Forlight net een autoscout had. Die heeft hem hier nu lopen. Zo lijkt het op zich voor To Subset ook wel. Ze gaan allebei ineens een hoek in. In ieder geval zal deze pot sneller eindigen dan net, denk ik. Afkloppen. Nou, ja, ik kan het zeggen. Ik denk het ook, maar je weet maar nooit. Hoe dicht deze twee spelers tegen elkaar aan liggen, is alles mogelijk. Ja, en fantastisch spel net gezien. Ja, het is natuurlijk moeilijk voor de mensen die in de toekomst deze match terugkijken. Ja. Maar als je de eerste match hiervoor niet hebt gezien... Zet deze op stop en ga die eerst maar kijken. Neem de tijd. Dit is echt fantastisch. Ja, zeker de moeite waard. Ja, we crashen in het begin een beetje. Dan hangt het nog stil. Maar dat kwam gewoon omdat To Subset gebeld werd. En die kreeg een enorme pep talk. Nou, dat heeft geholpen hoor. Zo, echt. Je dacht van, nu moet ik het ook echt gaan bewijzen. En dat heeft hij zeer zeker gedaan. Je ziet dat Woodline... wat meer van je eigen basis afstaat hier, hè? Dus ja, je hebt wel een beetje hout in je eigen. En eigenlijk zit Sir Fallout vrij snel op de woodline daar. En To Subset heeft dat zojuist gezien. Een mooie target voor raiding. Maar Fallout zit ook al halverwege feudal. Die is al bijna feudal age. Maar to be fair, hij is natuurlijk Mongols en die kunnen supersnel feudal. Ik weet niet of dit nu snel is trouwens, ik val er een beetje iets later in, maar... Nou ja, op zich als je kijkt naar de in-game tijd vind ik dit best snel. Ja. Kijken wat... To Subset gaat eerst voor Loom en die gaat dan ook waarschijnlijk feudal aanklikken nu. Ja, ik denk... Voordat ik afgeschoten ga worden door de chat, ik zal even zorgen dat de kleur klopt. Oh ja, we hadden het bijna weer vergeten, hè? Ja. We hadden nog geen boze reviews, hoor. Nee, precies daarom. Ik denk voordat... zie ik een stable? Zie ik? Dit is een stable, hè? Ja, dat is een stable. Gonna get a scout play. En terecht, je bent Mongol player. Ja. Is het Dorandeo nog in de chat, trouwens? Het is ook meteen, als er een bepaalde shift gezegd wordt, dan heb jij ook meteen iemand die dat... Nee, alleen met de Mongols door Andeo en met de Japanese Toshiro. Oh. Allebei Ramon. Ja. Ook nog eens zo'n toevalletje. Maar dit is natuurlijk wel... Oh, kijk, mooi hè, die Spearman die er toch even als defense neerzet. Ja. Ja, keurige play. Toch al met de verwachting van, er gaat wel wat gebeuren. Nou, To Subset is ook al bijna feudal age. En inderdaad, ik denk dat er een scout rush gedaan wordt, want de scouts zijn onderweg. En het mooie voor Sir Folight, er zijn maar weinig walls hier. Of nee, don't attack him, don't aggro it. Nee. Oh, hij lacht ook. Hij had het ook door.
Wat staat er? Allemaal. Oh nee, Advanced to the Future Rage. Ja. Kijk, en nu gaan we. Ja, nu gaat de raiding party. Maar er wordt ook al direct op gereageerd. Speerman worden gemaakt. Ja. Ja. Ik ben benieuwd of ze Fallout ook meteen voor de blacksmith upgrades gaat dan. Als hij dat doet, dan zal hij wel een tijdje langer willen harassen. Als hij ze links laat liggen, dan is zijn gameplan toch meer Castle Age, denk ik. Ja, precies. Als ik het aan zijn resources bekijk, zou ik het nog niet echt verwachten. Nee, hij heeft natuurlijk... Oh, ze liggen wel gelijk qua villages trouwens. Ja. Nou, ik ben benieuwd. Er zijn 4 scouts. Misschien moeten we die een beetje volgen nu. Ja. Dit is een hele mooie... Hij is wel een scout verloren. Is hij nu op 3 plekken tegelijk? Of nee, 2 hè? Nee, 2. Ja. Hij splitst ze gewoon. Ja, hij heeft wel 3 scouts. Ik weet dan niet waar die andere is. Dead. Die zagen we net neergehaald zijn. Nee, hij heeft er nog steeds een derde. Ja, maar hij had er 4. Ja, dat klopt. Ja. Eén scout is ingewold. Dan krijg ik van Joey Noob. Oh, ja. Ja, oh, moest hij daarom die lachen? Zit hier vast. Dit is fantastisch. Maar waar valt hij niet aan dan? Ik bedoel, kun je in ieder geval een beetje bling, bling, bling lawaai blijven. Precies. Gewoon lekker aanvallen en zorgen dat er lawaai gecreëerd wordt. Hoe goed is dit van Toestopzet ook? Daarom waar je er tijd voor hebt. Precies. Ik heb dat dit toernooi 1 keer eerder gezien bij iemand. Dat die hem ook precies wist te wallen. Ik weet eventjes niet meer bij wie. Ik probeer het wel, maar op het moment dat ik met quick walls begin, dan gaat alles in de soep. En dan verlies ik mijn micro, mijn macro, mijn alles. Ik probeer het niet eens. Dat, dat is voor de topspelers weggelegd. Maar ik zie daar een scout weer aankomen. Maar het lijkt erop dat ze Fallout niet per se in de scoutline wil blijven hier. Nee. Dus het was op zich niet een hele succesvolle raid verder. Nee, dat valt inderdaad wel heel erg mee. Je ziet ook nu echt niks meer op military gebeuren. Dus ik... Toen denk van ik ga er toch even voor. Ja, want zo'n scout natuurlijk wel. Het voorziet wel van line of sight. Dus je kan hem maar beter kwijt zijn. Ja, inderdaad. Dat heeft hij wel slim gedaan. Wat zijn ze eigenlijk nu precies aan het doen? Kijken. Dat een beetje kunnen achterhalen. Er worden archers gemaakt. Oké. En geen kev archers. Nee. Maar kan die nu al maken dan? Nee, dat is Castle pas. Maar de Mongols zijn wel leuk in kev archers, of course. Oké. Misschien gaat hij dat doen als hij een Castle Age is. Op zich maakte Draco nu ook nog een mooie opmerking. Het is Nederland versus België qua kleuren. Nou hé, is dat mooi of niet? Zo, inderdaad. Beide heren spelen een thuiswedstrijd. Het komt omdat beide heren thuis zijn terwijl ze dit spel spelen natuurlijk. Ja, precies. Ja, we gebruiken een Brodie Dog, maak ik hem dan maar, hè? Ja, nee, ja, iemand moet hem maken. Ik had er niet aan gedacht. Dus dan is het inderdaad heel goed dat jij dat doet. Toesubset gaat Castle. Keurig, ik denk dat Sir Fallout ook zo wil als ik naar de resources kijk. Ja, en hij probeert toch nog een klein beetje te poken. Ja, hij ging er meteen voor toen hij erbij was.
Ja, en hij heeft natuurlijk wel Archers daar, terwijl Toussubset met Spears een beetje heen en weer loopt te lopen. En nu zou ik zeggen, hij heeft hem hier van de Lumbercamp af, wat goed is. Maar daarboven heb je ook nog een Gold, daar wil je misschien ook wel van afhouden. Toussubset heeft natuurlijk wel Gold beneden aan het halen. Oh, op zich, dit lijkt er meer op. Kijk, een goede call van Toussubset om voor Scout te gaan, maar er wordt gemicroed. Ja. 1 om 1 gaat. Oh, goed gedaan voor zijn Fallout hier. Dus met zijn Archers toch de scout neergehaald. Er komt een tweede op af. Ja, dit is een matter of time natuurlijk dat Toussubset het af gaat slaan. Ja. Ja, dat kun je ook wel zien. Fallout heeft zoiets van dit is verloren, dus laat maar gaan. Ja. Zo Fola zou ik nu ook wel denken van, hoezo ben jij Castle gegaan? Ik was je toch aan het aanvallen en alles. Ja, ja. Ja, aanvallen zijn toch best wel goed afgeslagen, dus... Zo Fola overigens op steen. Aanzienlijk op steen. Dan is die denk ik wel een Castle drop een beetje van plan. Ja, dat denk ik ook. Wat waar ga je die plaatsen op de Acropolis? Want je wil hem op de hill hebben. Maar als je hem op de hill zet, dan is het best wel een eindlopen. Ja, zeker. Ik ben ook heel benieuwd. Oh, kijk, hier komen direct de Night Rush aan. Ja, dat zijn de Knights. De Knights van Franks, may I add. Die zie je liever niet. Die zie je liever niet. Nee, precies. Die gaan heel veel pijn doen. Ik ben ook heel benieuwd. Ja, oh ja, nog eventjes snel de scout ervoor langs, van even kijken wat er allemaal is. Ja, en dan komt de Pain Army. Dit doet Toussubset goed hoor. Ja. Oh! Defensive Castle. Ja, dat is het toch geworden. Of laat ik het zeggen, it's a Panic Castle. Ik denk dat eerder inderdaad. Ik ben heel benieuwd of die... Een plan had met het kasteel. Ja, hij had absoluut een plan met het kasteel, maar niet op deze manier, denk ik. Ik denk niet dat hij dacht van, ik moet hem nu in mijn eigen kamp hebben. Nee, het mooie is wel, het dekt wel echt een groot deel van zijn kamp meteen. Ah, hier komen er nog meer knights aanzetten. Wat ik mooi vind, hij gaat wel meteen voor pikemen trouwens, maar de kasteel en de towncenters helpen elkaar nu qua vuur, hè? Dus ze houden elkaar in stand. Mij lukt dat nooit zo goed. Ik denk altijd, hoe verder weg de castle, hoe beter. Maar dit is echt wel de goede play, hoor. Ja, dit is zeker een goede play. Kijk, en nu verjaagt hij wel eens Mango Dice, zag dat? Stond dat Mango op? Dice, ja. Oeh, die is, goody goody. Wat een cute. Goody goody. Ja, dit is... Dit wordt goed verjaagd. En Toussubset ziet dat ook, denk ik. Hij trekt ze terug, verstandig. Ja. Oh, die laatste hoeft maar een hit te krijgen en is hij weg. Nee, is niet gelukt. Nee, dat is wel jammer. Hij snapt natuurlijk ook wel van, die pikeman, dat wordt ook niks meer om daar tegen te gaan strijden. Ja, oké. Maar dit is nou weer teleurstellend voor Fallout. Het is gezien, ik maak Mango Dice. Dus de proper respons gaat worden Skirmishers. Kijk, en het wordt ook geresearched direct. Kijk, het wordt gesnapt, het wordt geresearched, het wordt op gereageerd. Nou, kijk of Sir Fallout het plan aanhoudt of dat hij zegt van oké, geen Mango Dice kennelijk. Ik mag ook helemaal niks. En wat dat betreft, Toussubset reageert echt meteen op alles wat er gebeurt. Ja, en dit is een goede rating van hem trouwens, hè? Ja, deze die loopt heel erg fijn door. Ja. Gewoon weer teruggekomen op die... Oh, hij heeft wel veel kills gemaakt. 1, 2, 3, 4 villages volgens mij. Kijken. Oh, kom hier. Meid. Ah, kijk de hele tijd mis. Ze hebben nu... Met deze twee knights hebben ze nog 6 kills in totaal. Hoe zie je dat dan? 7. Oh, ja. Dat houdt hij bij, hoor. Als je Capture Rage Pro hebt, dan mag je dat zien. Dat houdt hij bij. Wauw, cool. Dus hoeveel één unit een kill gemaakt heeft? Ja, je kunt het per unit bekijken, maar je kunt het ook als een groep bekijken. Ja, en is dat als deze knight doodgaat, wordt hij dan gereset voor een nieuwe knight of houdt hij dat bij?
Van Knights hebben dit gekilled. Nee, dat wordt gereset, want deze Knight heeft 3 gekilled. Wat gewoon persoonlijk bijgehouden. Ja. Nou, dit is zijn cv dus gewoon een beetje. Ja, klopt. Even kijken. Als ik nu alle Knights selecteer, dan... Oh, sorry. 13 kills zie ik nu staan als ik het goed 13, heb. Ja, 13 kills in totaal. Zijn 6 Knights hebben 13 kills gemaakt. Oké, okay, cool. Sir Bravo zegt heel terecht, camels zijn nu de play voor Folight. Wat absoluut waar is natuurlijk. Misschien camels en Mungudai combi. Daar voel ik wel. Oh, kijk, is een raiding party going on here. Ja. En een succesvolle. Selecteer hun eens. Hoeveel kills hebben hun gemaakt? 3. 3. Oh, ik heb iets ontdekt, mensen. De streams gaan zo saai worden, hè. Dit is het enige wat ik nog doe. Ja, het is een mooi detail dat bijgehouden wordt. Even echt zo'n cool programma dit, hè? Ja. Maar een goede respons weer met die skirms trouwens. Ja, oké, dan komt Folight wel met wat extra pikes aan, maar skirms zijn ook best wel oké tegen pikes. Ja. Kill death ratio, genoemd door Ruthless. 22 kills voor 2 subset en 8 voor Folight. Ja. Welkom in de chat trouwens. Dus ook hier. Kijk eens naar de villagers. Dat is een enorme lead voor 2 subset. Ja, precies. Het is bijna dubbel. Je kunt hier namelijk ook nu tegenwoordig de. Ja, of dat kon je altijd voor mij al. Ook de eco kill death ratio zien. Ja. Staan. God. Wauw. Ja, dit. Folight denkt van. Wat jij deed, dat kan ik ook. Dus ik ga jou reden. Ja, verstandige keuze. Hij verliest natuurlijk wel Mungudais aan Knights. Mungudais zijn fantastische units, maar die doen het eigenlijk niet zo goed tegen melee. Ja, als je ze op afstand houdt, maar dichtbij houden ze niet van. Nee, precies. Ik vind het wel een leuke play om te zien trouwens met die Mungudais. Ik ben benieuwd, zie ik 2 subset nu gewoon doorlopen met zijn knight? Zoiets van, hey, ik ga 1 knight naar de overkant sturen om... Zo lijkt het. Ja, zoiets van, terwijl jij bij mij bezig bent, stuur ik er wel eentje bij je farms of zo. Ja, ik denk dat dit gewoon het point was waar die net al alles op had gestaan. Mark GBR hint naar een castle drop, maar het blijkt een town center te zijn. Ja. Of nee, ik denk dat hij gelijk gaat krijgen, want deze sluipen waarschijnlijk helemaal langs de rand. Oh, dat kan wel. Maar waar ga je hem dan neerzetten? Want ik bedoel, het is leuk. Dit is wel spannend. Het zijn best wel veel villages die nu niks doen. Maar hij heeft ook veel meer villages. Wat maakt hij hier? Universiteit. Oké, hij kwam ineens achter. Oh, ik heb een tech niet. Dus bam. Ja, die gaan we maken. Wat zal het zijn? Welke tech zal het zijn, denken we? Ik denk Murder Rolls. Ja, Murder Rolls. Probably Murder Rolls. Of Ballistics. Ballistics, oké. Hey. Fantastisch om toch een beetje in het brein te kunnen komen van de spelers. Ja, zeker. Oh, kijk, Forward Siege Workshop. Wat dat betreft, ze zitten echt de hele tijd op elkaar te reageren met alles. Het is enorm goed spel van beide spelers. Dit is, ja. Dit is peak performance in Age of Gamers. Ja, nou echt. Oh nee, dat is een rode. Die is dus van 2 Subset. Ja. Hij is nog niet gesnapt. Wil je eens de line of sight van Folight pakken? Want het gaat natuurlijk heel belangrijk. Kijk, zie die pike me gaan? Oh, die patrolt, hè? Die patrolt lijkt het of een... Patrolt net niet ver, want hoe eerder Sir Folight dit ziet, hoe beter het voor hem zal zijn. Ja, hij ziet het inderdaad echt nog net niet. Ja, dit wordt sneaky play. Dit wordt hele sneaky play. En ja, die... ja, en 2 Subset heeft het heel slim gedaan door te kijken van... Oh,
Oké, daar gingen dingen mis. Ja. Rust. Hou hem hier maar op, er wordt een heleboel hout verkocht voor gold. Door Subset. Oh, ja, nu. Nou, dit is nog niet duidelijk voor Sir Folight natuurlijk. Nu moet hij het gaan zien. Sprak de line of. Ja, het is duidelijk, het is zichtbaar. De reactie gaat belangrijk worden, maar het kasteel komt op. Er komt ook een supporting army vanuit het noorden. Ja. Sir Folight wil rams hebben nu. Only rams. Ja. En hij, wordt, hij moet ook nog eens verdedigen. Hij gaat zelf voor een andere castle, meer middenmoot. Ja. Inderdaad. Oei. Keurig zeg. En ook. Wordt van alles hier gemaakt. Ook dit gaat hard om hard. Zag ik die villetje nu? Oh nee, die werd waarschijnlijk gesnuipt door het kasteel. Ik denk al, die zakt ineens in elkaar. Ja, nee. Dat... COVID of zo, hè? Je weet het niet. Ja. heeft zelfs wel. Een monk meegestuurd, to Subset. Och. En hij heeft massive veel skirmishes gemaakt. Ja. Again, Sir Folight on the back foot. Komt daar een tweede castle drop? Oké, dat is dat. Als hij hem opkrijgt, wordt dat de GG. Die zal echt heel pijnlijk zijn. Als die ik zie geen army van Sir Folight om hier. Nee, het lijkt ook eigenlijk meer alsof hij. Hier liepen heel veel villages weg, alsof hij een beetje gemigreerd gaat. Kijk, hij heeft hier alles nu ineens zitten. Ja, maar hij had nog niet. Kijk eens hoeveel goud hier nog ligt, joh. Dat goud is nu geannexeerd door. En dat steen ook. Ja. Hoe dan? En dat wordt direct gepakt. Hoe heb je zo goed een sneaky base kunnen plaatsen? Helemaal langs de rand. Niet gesnapt. Geen eigen aaf. Geen last van Sir Folight in je eigen kamp. Nee. En je zit midden in zijn main camp nou. Ik weet ook niet hoe die dit voor elkaar krijgt. En kijk, er wordt ook meteen een siege workshop gemaakt. Ah, je wordt van alles. Hij kan nu ook de hele tijd infantry pompen. Een paar monniken. Ga eens naar het zuiden. Ik zie daar wat opknipperen. Dat is een raiding. Dat is gewoon raiding. Is dit gewoon distraction? Dat hij dit doet om de aandacht elders weg te halen? Het zou heel goed kunnen, maar het is wel een groot. Gewoon... Ja, knights, joh, echt. Ja, en het is ook gewoon echt direct zijn tweede kamp waar hij echt zijn resources nu wegkrijgt. Ja, die worden allemaal weggehaald. Qua villages is het bijna keer 2 voor 2 Subset, overigens. Ja, en hij gaat Imperial Age. En hij gaat Imperial, dat betekent traps. Ja. Oei, 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 oei. Hé, hey, dit vind ik wel een bijzondere research. Oh nee. Handcard. Sorry. Hij heeft meerdere town centers, hè? Dus eentje is gewoon lekker handcard aan doen. Nee, ik had even een ander in mijn hoofd van de market. Oh, van de market? Ja, die lijken erop, hè? Ja, precies. Ik zit ook wel eens in de war. Wat een bijzondere onderzoek. Waar heb jij market staan? Ja, caravan inderdaad. Ja. Maar, to subset is aan het domineren hier. Zo. En ook goed ook. Wat kan Folight hier nog op reageren? Hij is van zijn Acropolis afgezet, hè? Ik bedoel, daar heeft hij vrijwel niks meer. Hij gaat dan nog voor een defensive castle hier. Maar weet je wat zo lullig voor deze defensive castle is? Je zet een trap op de hill en moet je eens kijken hoe hard dat ding neergaat. Ja. Ja, sowieso. Ze komen gewoon via deze kant komen ze naar binnen. Nee. Hier wordt heel erg sterk gespeeld van to Subset. Ja, je zou wel denken. Ik heb er nu eentje onder mijn gordel. Ik voel me nu zelfverzekerd. Er komt er nog één. Ja, dat was die pep talk van net, joh. Ja. Die heeft het verschil gemaakt. Moeten we zometeen toch even checken wat die... Wat voor pep talk hij heeft gehad. Ja.
En daar lopen ook nog eens niet. Twee monks mee. Ja, precies. En die worden wel mooi getarget door Sofola. Dat vind ik dan wel knap. Dat je dan ook nog, ook daar ook nog wel mee bezig bent, hè? Van die kleine battle changes. Ja, maar zoals je dit ziet, dit heeft al 16 of 17 devs gemaakt. Oh, okay, ja, staat er GG. Ja, nee, wacht GG. Even. Ja, GG well played. Ja. Nou, dat kan niemand ontkennen. Nee, zeker niet. Wat ontzettend sterk gespeeld. Wat een mooie potter, zeg. Ja, dit heeft hij echt fantastisch gedaan. Ja, gefeliciteerd, TwoSubset. Ja, dat niet alleen. TwoSubset, je gaat door naar de finale. Je tegenstander is nog niet bekend. Maar we hebben op zijn minst één nieuwe sir in ons midden straks. Ja, inderdaad. Dus dat is fantastisch. Het is en niet de minste verslagen, hè. Sir Folight, die de regerend kampioen eergisteren nog trof. Ja. En goed in de wedstrijd zat. TwoSubset heeft fantastisch gespeeld. Inderdaad. Ja, ik denk dat ook Sir Folight echt al heel blij is dat hij zijn trend heeft gebroken. Ja. Dus, ja, die speelt natuurlijk in de troostfinale. Dat gaat gewoon door. Ja. En ook daarvoor zijn leuke prijzen te winnen. De tegenstanders worden hopelijk zaterdag bekend. We hebben niet meer de derde match gekregen. Nee. Dat is natuurlijk jammer voor het publiek. Maar ik denk dat niemand mag klagen met deze potjes. Nee. Zeker niet. Dit was echt op hoog Age of Gamers niveau. Echt leuk om te zien. Wat ging vooral die eerste pot gelijk op, zeg. Ja. En hier leek het een soort... het was gewoon een fantastische counter van TwoSubset. Ja, nee, absoluut. Mooi. Je ziet hier wel echt dat Folight wel op sommige momenten echt een hoge API heeft. In vergelijking met TwoSubset, maar hij moest natuurlijk in panic mode van alles en nog wat gaan reageren. APM zegt niet alles, maar het is altijd wel een leuke indicator voor de stresslevels van de spelers. Ja, ik denk die van Folight wel aardig hoog was, het stresslevel. Ja. Ik wil je bedanken, Toshiro, voor de hulp in de stream. Ik bedank iedereen die eens aan het kijken is geweest. Mooi getrakteerd op een leuke match. En ik zelf, ga met me mee. Ga nog even naar de afterparty. Hoop dat ik de spelers nog even kan treffen. Ja, laten we het hopen. Goodbye.